Hey, we gaan even terugkijken. Uh, we hebben een aantal vragen aan elkaar uh, voorgesteld. Ik wil iets weten over jou en mijn hoogtepunt. Jouw, mijn dieptepunt. <laughs> Welke aflevering heeft nou echt uh, bij jou en mij uh, tot verandering geleid? Waar ben je het meest trots op? En uh, dan kijken we even vooruit naar 2021. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over het jaaroverzicht 2020. Wat zullen we nooit vergeten uit ons eerste jaar? En daar is nummer 42. De mannen van de Slimmer Presteren Podcast hebben het geflikt. Hun marathon voor dit jaar is voltooid. Wat waren de hoogtepunten? En waar hadden we het zwaar? En wat gaan we volgend jaar eigenlijk doen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, ja. Hey. gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Wat een belevenis, uh, ja. jongen. Vorige week op eerste kerstdag. Hier Man, zitten we ja, op ja, oud en nieuw. Ik, ik, wij zijn familie aan het zijn familieantwoorden zo'n beetje. Ik heb de kerstversiering laten hangen, want het is toch nog een beetje vakantiestemming ja. hier. De, de kerstboom is niet echt een kerstboom. Maar wat ik wel heb meegenomen om het uh, goede jaar goed in te gaan. Een flesje champagne, maar alcoholvrij. Want jij fluisterde mij een paar weken geleden toe dat je misschien overwoog ja. om een dry january te gaan ja. doen. Is dat zo? Ja, zo, ik ga het doen. Ja? Ja. Dus vandaag 1 ja. januari gaan we beginnen met een glaasje alcoholvrije Mijn vrouw champagne. heeft dat vorig jaar uh, al gedaan en, uh, ja, en ik ken jou inmiddels natuurlijk ook. Ja, ik sta en ik nu weet... al uh, ruim 3,5 jaar droog. Ja. En jij wou niet meer beginnen toch? Nee, uh, behalve de joker hè. Dus yes. euh, ik, ik heb wel jou voorgesteld. Nou, leuk. Ja. Eerste eerst antwoord op de vraag: wat willen we in 2021 doen? We gaan zo terugkijken naar mooie, belangrijke, bijzondere hoogtepunten. Maar vooruitkijkend, ik wil wel een keer een aflevering maken over alcohol. Alcohol en sporten, alcohol en presteren. Leuk. En ja. daar ook mijn verhaal uit de doeken doen. Hoe het nou komt dat ik van uh, Delftse de student, die er wel pap van lustte, tot. Uh, nee, nou ja, ik heb altijd met veel plezier gedronken. Ik vind ik ja. ook heel leuk. Ja. Maar ik ben er inmiddels ruim 3,5 jaar af en uh, ik zet alleen af en toe een joker in. He, zo drie vier keer per jaar denk ik. Nou, nu mag het. Maar, uh, maar wat is jouw motief? Dan maak ik ja, ook de nee, Ja, open. dat is denk ik toch ook. We worden deels een beetje ouder en wijzer nog. En uh, ja, misschien deels door corona ook wat minder feestjes en de verplichte borrels en noem maar op. Waar je soms het idee hebt van, nou ah, ja, dat hoort er allemaal even bij. Ik denk dat het, uh, nou, en ik. Kijk, normaal is ben ik... Het grappig dat je het zegt. En nou, nou, daar zal ik in die, in die aflevering ook op komen. Weet je dat ik dat uiteindelijk het moeilijkste vond? Ja, ja. Uiteindelijk lukt het echt wel om alternatieven te vinden ja. voor alcohol. Zeker nu met de huidige ja, met alcoholvrije bier-trend. En, ja, ja. en nou, ik ben ja. benieuwd hoe dit gaat smaken. Ja. Ik denk dat eigenlijk dat het niks is. Tot nu toe heb ik nooit lekkere alcoholvrije wijn gevonden. Maar uh, ik kwam erachter, het moeilijkste is eigenlijk de sociale context. Ja. Hey, doe niet zo ongezellig. Weet je, da, of, daar kun je geen weerstand tegen geven. Uh, nee, dat klopt. Nee, dus dat is denk ik, uh, draagt daar wel aan bij. Uh, challenges, daar ben ik normaal niet zo van, want dan, uh, ja. Het is meer mijn ding. Ja, maar bij deze denk ik, dit is gewoon uh, mijn. Nou ja, het, het gebeurt doen jullie zo... het samen? Ja, mijn vrouw zal wel meedoen. Maar voor haar is het zoiets van: ja, ik heb het vorig jaar al gedaan, natuurlijk. Ja, ja. ja kijk, zij. Maar dat is ook een stimulerend voor haar, ja. want ik merk, zeker. Ik krijg de afgelopen jaren best wel berichtjes van mensen die ik dit verhaal verteld heb en die dan zeggen: oh, dat ga ik ook doen. Ja. Uh, ja, En dan nu toch in een notendop. Want mensen zitten nu 1 januari, misschien begin jij ook aan 3 januari nu. Hoe het bij mij ging, is het is natuurlijk nooit begonnen met de ambitie, ik ga nooit meer drinken. Het begon bij mij ook met een droge maand. Ja. Omdat mensen in mijn omgeving zeiden, ja, als je een maand niet drinkt, dan val je 4-5 kilo af. Nou, ik was op een punt. Toch, dat bij jou jouw uh, je. Ja, 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 ja. ja, ik was okay. flink te zwaar. Ik was flink te zwaar, 8-9 kilo dan ja. wat ik wilde en moest zijn. En uh, ik zag uh, een heel heftig werkseizoen aankomen. En ik kreeg door, ik denk, holy shit, dit ja, shit, topsport. Weet wel. Wel. En, en topsport in je hoofd, daar hoort een fitter Fi lijf ja, bij. Ja. Dus dat was mijn eerste motief. Ik begon met 30 dagen. En na die 30 dagen was ik niet zoveel afgevallen. Dus <laughs> ik het nu naar, naar januari begint. Maar ja, ik had wel, wel gemerkt: wel oh, ik was veel fitter. Ja. Ik had zin om te gaan sporten. Ik had de energie om te gaan sporten en te lopen. En toen dacht ik, nou, hier wil ik wel meer van. Toen heb ik, dacht ik, wacht, een maand. Ja, sorry. 1 januari, weet je, hoor je dit nu. Maar uiteindelijk een maand zet geen zoda aan de dijk. Hè? Ja. Als je echt een nieuwe gewoonte wil, is de wetenschap, Jurgen, wetenschap ja, ja. zegt. Lang volhouden. 90 dagen, 90 dus Je dagen, hebt 90 okay. dagen nodig om een nieuwe gewoonte in te sluiten. Ja. Dus die uh, challenge heb ik mezelf toen opgelegd. Nou, en de rest vertel ik wel in die, ja. in die aflevering. Nou, nee, dus ik ben benieuwd. Oh, ja. ik en ben om het te af te maken, toen ging ik wel afvallen trouwens. Ja, ja. in die drie maanden. Okay. Toen gingen de kilo's eraf. Ja. Maar. Ja, nee, dus, kijk, ik ben niet een enorm drankorgel. Uh, nou niet meer misschien ik weet het niet nee maar het is de, de gewoonte inderdaad wat je zegt van op een feestje of in het weekend of nou ja en soms denk ik hey, uh... heb je die Sander? Nee. <laughs> hè toch het blijft ook een audioproduct hè podcast ja de fles is open en hij spuit niet dan ben ik blij om hiernaast mijn laptop en ja. het heeft ook te maken met uh, ja voorbeeldfunctie misschien naar nou, de kinderen klinkt allemaal zo uh... ja want jij hebt uh, voor de mensen die denken: ik heb studeren de kinderen al ja ja, ook, en, oh, uh, die gaan er flink in nu of niet? Nee, nee niet, want van corona. Nee. en maar corona. En zelfs dan uh, drinken wij nog wel regelmatig een wijntje bij het eten of zo. Nou, soms doen ze mee, maar normaliter niet of zo, denk ik. Maar ik weet de discussies vroeger ook nog wel, toen de kinderen echt tien, tien jaar waren. En, en zeiden, mogen wij ook uh, cola bij het eten? Want jullie drinken toch ook uh, wijn of noem maar op. Aha, Daar ja. begonnen we. Nou, en dan probeer je... Ja, dus ergens hou je jezelf ook voor de gek of noem maar op. Kijk, het gaat allemaal om, om um, niet, niet uh, overdadig nemen, et cetera. Cheers maestro, anderhalve meter toast. Wat is dit eigenlijk? Ja, ja. Dit, dit mag natuurlijk ook niet. Nou, we raken elkaar net niet aan. Nee, dus uh, proost. Uh, proost. Gefeliciteerd. Ja. 42 afleveringen, man. Man, man, man. Dat is ja, een marathon, jou, hè? Ja, jouw marathon Rotterdam ging, uh, ging niet lukken. Nee, maar, dit jaar. Uh, ja, maar deze is gelukt. Ja. Drinken we op. Ik en daar had, had ik niet gedacht toen we eraan begonnen. Denk nee, ik. echt niet? Uh, ja. Mm. Ja. Beter dan Bietensap? Sowieso. Ja. Vorige week beter dan de kartonnen, Beter Zeker. dan Bietensap. Maar even serieus: beetje zoet, appelsap. limonade ja. hè? Maar ja. ik heb ze wel eens viezer gehad. <laughs> ze, ze worden steeds beter. <laughs> ja. Nee, maar. Uh, nou, dat ja. is trouwens wel even, uh, in dit, in, in, toch even over alcoholvrije drankjes gesproken. Mm. Ik doe dus dit nu ruim, ja, dadelijk vier jaar in mei. In diezelfde periode is natuurlijk die, die alcoholvrije biermarkt natuurlijk ontploft. Dat is wel een feestje hoor. Ja. Uh, sowieso vind ik dat gewoon nu lekker. En ook inderdaad, in die sociale context uh, helpt het ook. Gewoon, je hebt toch een fles bier in je handen, weet je wel? En het ziet er wel zo uit. Precies. Uh, maar met... het is het niet. Nee, en dan nee, nee, nee. zijn we inderdaad, nou, ik ben inmiddels dit jaar ook veertig geworden. En dan, dan draait hij nu af en toe om. Mensen zeggen, oh, doe mij ook maar een alcoholvrij. Ja. Is wel lekker voor vroeg weet je wel. nee dus toch, hebben ze knap opgepikt. We hadden de tijden van Buckler. Uh, die, en, en toen werd het Radler. Nou, die had je op een gegeven moment ook zo. Maar Je hebt, je hebt gewoon een IP Veel bezoek, ja, en lekker, en, lekker uh, bitter. Nou, ja. Hey, we gaan even terugkijken. Uh, we hebben een aantal vragen aan elkaar uh, voorgesteld. Uh, we gaan natuurlijk even gewoon op basis van statistieken de meest beluisterde aflevering van, die twee, uh, van 2020. Ik wil iets weten over jou en mijn hoogtepunt, jouw, mijn dieptepunt. <laughs> Welke aflevering heeft nou echt uh, bij jou en mij uh, tot verandering geleid? Waar ben je het meest trots op? En uh, dan kijken we even vooruit naar 2021. Laten we even met die eerste vraag beginnen. De meest beluisterde aflevering tot nu toe is al vanaf het begin. Tadaa. En die toppositie heeft hij altijd gehouden. <laughs> aflevering 1. Oeh. Met de pakkende titel: Trainen met een vermogensmeter op de fiets: Zinvol of onzin. Nou, dat hebben we geweten. Ja. We, we vlogen lekker uit startblokken. Prikkelende titel. Prikkelend titel, prikkelend onderwerp. En uh, spoiler alert, als je hem niet gehoord hebt, uh, prikkende conclusie. Namelijk, wij vinden voor amateurs. Uh, en het prijsniveau waarop vermogensmeters begin 2020 waren, ja, als je dit naar drie, la, drie jaar later terugluistert, vonden dat onzin. Doe maar niet. Ja. Er is zoveel meer te winnen voordat je aan zo'n ding uh, gaat. Uh... En vinden we nog steeds ergens. Ja. Alhoewel we... ik kan me een uitzending herinneren waarin ik hem geprobeerd heb, hè? geleend van Guido. Ja, laten we, laten we even teruggaan naar die belangrijkste conclusie van die aflevering. Ja. Recent ben, was ik bij een promotie van uh, Teun van Erp. Die is uh, bewegingswetenschapper en werkzaam bij de Sunwebploeg. En die heeft eigenlijk uh, vier jaar lang waar, alle data verzameld uh, en geanalyseerd. En dan praat je inderdaad over veel vermogensdata. Nou, en wat daaruit komt is van, ja zeker, super handig voor die profs. En uh, super handig om te zien van, slaat de training aan... Uh, hoe zit het eigenlijk met uh, de, de aerobedrempel, uh, tank, noem maar op? Maar de praktijk is eigenlijk van ja, uh, ze laten die renners ook uh, gewoon na de training, na de rit, gewoon invullen: van hoe zwaar vond je het? En dan blijkt dat gewoon prima overeen te komen, eigenlijk met nou ja, het, het getrapte vermogen. Ja, dus waar, ik denk en, en, een, en de, ja, dat een goede renner, doen. die die weet gewoon heus wel van die heeft zijn teller of zijn vermogensmeter niet nodig om te weten van nou, ik denk dat ik nu ongeveer 350 watt aan het trappen ben. En dat uh, ja, dus dat pleit er eigenlijk voor van nou ja, ik vermogensmeter, denk na voordat je hem gaat aanschaffen. Ja. Uh, prachtig denk ik, uh, heel mooi als jij heel geïnteresseerd bent in, ja ik, uh, ik wil juist mijn anaerobe drempel wat omhoog uh, schroeven, en, uh, maar ja, het is, is een hulpmiddel. Je zegt dus nu eigenlijk, het, het wordt in het profpeloton erg gebruikt om achteraf te analyseren, met name ja. door derden, je kan het goed gebruiken om prestaties van mensen onderling met elkaar te kunnen Zeker. vergelijken. Ja. Uh, jij hebt mij wel eens verteld... je hebt voor je boek Dion Beukenboom ge gevolgd... op zijn reis naar het werelduurrecord. En jij zei ook, die werd erop geselecteerd. Hè, ja, dat is ook iets wat, wat ons wel vertelt in die ja. podcast. Dat nu dus jonge renners ja. uh, worden geselecteerd... op basis van wat ja. hun wat daar ja, is. Ja, omdat dat dus de, de meest objectieve maat is... van nou ja, hoe hard iemand kan trappen. Laten we eens die brug slaan naar, naar mij en ons als amateur. Gewetensvraag, fiets jij met een vermogensmeter? Uh, wat denk je zelf? <laughs> Ik denk inmiddels niet meer. Nee, nee. nee. Ik ook niet. Uh, maar ja, een vermogensmeter als amateur, als middle-aged man in Lycra... is dat nou onzin? Durf hem zo scherp te zeggen? Ja, nou jij mag, jij mag doen wat je wil. Ja. En ik ga natuurlijk niet, uh, ja, om nou, ik, ik denk dat reacties zullen zeker komen als nou, ik dat, hier dan onzin. Laten we bij deze iedereen ja. die kijkt en luistert nou, uitnodigen. Ik, uh, ik denk, als jij met een vermogensmeter fietst, laat ons dan vooral ja. weten waarom. Ze hebben we een blinde ja. vlek. Ja. Nou, ik denk voor ons niveau. Uh, mammals, dan durf ik hier te poneren te zeggen, ja, onzin. Ja, steek die duizend euro maar ja, in iets anders. En, en gebruik gewoon lekker je gevoel. Misschien is het dan leuk om gewoon ga ze na afloop van je ritten... ook die, uh, de, de ervaren mate van inspanning Invullen. is noteren. Ja. Met daarbij vaak van hoe lang de duur van de inspanning. Nou, en, en kijk of je daar een... Uh, een patroon inziet uiteindelijk uh, op strava volgens mij kun je tegenwoordig ook nog erbij zetten ja. en nou en en als je dan op een gegeven moment denkt nou ik blijf toch een beetje hangen in uh, ja bij mijn bij mijn langere intervallen van dan ja, kom ik niet ik, boven ik word niet die sneller ik kom ja. niet verder, ik word niet mooier ik verbeter niet hè? nee precies wa wa wat dan wat ja, kan ik dan, dan doen denk met ik die dat, data ja dan zou je dan zou het interessant zijn van om eens een keer een, een, een ja, zo'n zo FTP-test om eens te kijken wat trap je twintig minuten lang. Wat, wat is jouw vermogen? En dan met een vermogensmeter. Ja. En dan gericht gaan trainen. En dan kan je aan de hand er zijn boeken, internet, noem maar op. Uh, Training Peak zal ook allerlei suggesties ja. geven. En dan eens even spelen of je dat terugziet een half jaar later... als jij weer zo'n FTP-test gaat doen. Alleen ja, dat is een niveau... Ja, daar zit ik niet op met mijn <laughs> groepje in, nee. in ieder geval. Ja, dus met gestrekt been erin. Conclusie, eh, trainen voor amateurs met vermogensmeter onzin. Want één, was toen jouw studie van Teun van Erp. Ja. Je voelt het. En twee, er is zoveel meer te winnen. Maar dat onderwerp hebben we nog een aantal keer Komt teruggezien. gezien. steeds terug eigenlijk, ja. ja eh, allereerst al bijvoorbeeld eh, aflevering 20. Waarin we voor het eerst live kennis maakten met Guido Vroemen. Ja. Nu eh, vast onderdeel van de show die natuurlijk helemaal stuk gaat op vermogensmeter data. Ja, maar die kijkt dan denk ik ook echt als coach meer naar, hè? Ja, en die heeft die data nodig... Precies. om zijn atleten op afstand te kunnen monitoren. Ja, dat snap ik ook wel. Want als je, anders moet je het echt alleen maar doen met van... nou ja, hoe, hoe fris zijn ze? Hoe fit zijn ze? Ik denk dat dat wel heel veel houdvast geeft voor een, een coach... om een, een programma te evalueren, bij te sturen. Uh, ja, dus... Als je, het, als je het zo bekijkt, denk ik, alla, mag, mag, en dat hoort misschien ook een deels bij, bij Guido, nieuwe dingetjes proberen, kijken hoe, object, ja, hoe objectief mogelijk jij eigenlijk jouw, uh, jouw sporter in de gaten kan houden. Ja. Maar dan denk ik nog steeds van de belangrijke rol voor de sporter zelf, ja. is om te leren van om. Ja, op zijn gevoel af te blijven gaan. Nou, ik vind dat wel mooi, want dat is uiteindelijk... Ik vind het toch een kleine overwinning. Uiteindelijk weten we in aflevering 20 ook al Guido te ontlokken. Dat inderdaad. Hij heeft natuurlijk perspectief op topsporters... of amateurs die echt tegen die top aan willen... of zich willen gedragen als topsporters. Dan staat niet ter discussie. Maar als hij dan toch komt bij het niveau van jij en ik, die gewoon fit willen ja, zijn, precies. leuke recreatieve ja. triathlons willen doen, ontlok ik hem toch de uitspraak dat die dan misschien wel zonder kunnen. Nou ja, oké, okay, ik was puntje aan het drukken. Uh, maar twee weken geleden spreken we Louis de La Haye. En die zegt eigenlijk ook: ja. ik geef geen training op, op de, En die, die benoemt ook wel, dat is mijn filosofie, zijn ja. stijl. Dus ja. dat zal ook. Ik denk dat de conclusie is, uh, zoals met alles <laughs> langzamerhand in deze podcast, het ligt maar aan de atleet en het ligt maar aan de coach. Toch? Ja. Ja, en uiteindelijk heb jij zelf ook met een vermogensmeter gefietst. Je ja. bent een uh, typische klimmer. Ja, ja, maar dat wist ik ergens al. Natuurlijk. Dat voelde jij al ja. aan natuurlijk. Ja. Dus uh, in die zin is het een bevestiging van wat je al voelt natuurlijk. Maar ja. dat zie ik ook wel. Tuurlijk, dan kun je het echt benoemen met cijfertjes. Dat is wel een. Uh, ja, dat, dat is leuk voor dat moment. Ik, ik, uh, ik ga ook niet zeggen. Als je het geld er, uh, hebt en eruit, doe het gewoon prima. Ja. Want dat zeggen we ook. Het is ook de relatie tussen kostprijs. Ja. Uh, laat ik wel wezen. Ik koop een tweedehands goede wielrenfiets. Nou, om en nabij 1200, 1500 euro misschien met wielen. Als ik dan voor 300, 400 euro een vermogensmeter erop ga stoppen. Ja. Dat is een kwart van mijn fietsbudget. Ja. Uh, dat vind ik. Dat voelt het niet waard. Misschien verandert dat ook. Als jij fietsen van 3000, 4000 euro. koopt. Ja, nou ja. Dan is het maar 10% van je budget. Ik natuurlijk. moet toch iets bekennen. Voor de, dat is leuk voor mijn fietsgroepje. Dan gaan ze me eigenlijk. Want ik, ik word eigenlijk al. Uh, j, 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 nou ja. Dit jaar is het wel heel erg geworden. Omdat toen een, een fietsenmaker benoemd heeft dat ik een, een hele oude fiets heb. Lees hele oude onderdelen in ja. ieder geval. Kijk, ik, ik heb een titanium fiets eh, ooit gekocht nou, 14 jaar geleden. Voor de rest van mijn leven. En okay. ik denk nog steeds een prachtige fiets. Ik hou daar wel van. Een beetje klassiek. Hè? Een klassieke look. Titanium, prachtig materiaal. Alleen daar zitten nog wel de originele onderdelen op. Er zijn natuurlijk wel wat uh, tandwielen vervangen en een ketting en uh, remblokjes. Maar toen liet ik laatst eens een fiets maken. Die zei, ja, Jurgen, ik zie dat je een liefhebber bent. Maar kijk eens naar die, die velgen van jou, die wielen. En kijk eens naar jouw uh, jou, ja, 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 jou onderdelen. Dat moet eigenlijk echt vernieuwd. Oh. En ik heb inderdaad besloten van, ik maak het jaar af. Ah, 2020 gedaan. Komen we weer even bij antwoord op de vraag. Wat is jouw wens voor 2021? Ja. Hoor ik hier nu een en nieuwe ik, fiets? Uh, ik heb mijn fiets. Nee, want dat frame is gewoon goed. Dat zei, gaf hij ook toe. Maar ik ga hem wel dus een, een opkalafateren met uh, en nieuwe velgen. Hoge velgen is oh, het dan hè, oh, tegenwoordig. Oh ja sneller. Ja, <laughs> sneller Zinvolg uit de bochten Dat zullen we eens even en, uh, Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ik dat ga voelen. Ja. Of ik inderdaad dan merk van, ja, want dit is wel een dingetje. Ik rij met een aantal jongens, die zijn ook wat jonger dan mij. Maar, en ik, weet, ik ben gewoon een slimme fietser, noem ik mezelf eigenlijk gewoon Dan iemand. ik, moet ik even zeggen. Ja. Ik, weet, nee, ik weet namelijk dat Wim Bennekes luistert, dat is een taalpurist. Ik ja, krijg ja. af en toe oh, ja. van. Nee, nee daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Um, het zal de alcohol wel zijn. Uh, nee, uh, goed. Um, en, en dan merk ik dat die, de manier waarop die uit de bochten komen... Ja. Dan moet ik altijd, dan moet ik scherp zijn. En dat uh, is wij uit. En de ja, aan de wielen. Ligt deels aan de wielen, zeker. Oh, dus, uh, mooi. Een nee, nieuw schakelsetje, dan gaat dat ook allemaal soepeler en zo. Dus, Leuk. Uh, dus wij gaan hopelijk in 2021 wat afleveringen maken. Wellicht ook over fietsmateriaal ja, of over ook. wielen. Uh, ja. Want jij moet dat natuurlijk wel ja. wetenschappelijk onderbouwen. En, ja, nee. Het is dus koopt ook terug te zien in mijn, uh, mijn prestatie natuurlijk. Dat dat kan uh, opheffen, de, de achteruitgang der jaren. Dat ik ineens tot stilstand kan uh, weten te brengen met. Uh, met, met nieuw materiaal, materiaal. ja. Jurgen, ja. 42 afleveringen. Wat is jouw hoogtepunt? Poeh, ja, dan kun je natuurlijk zeggen dat we hier zitten. Want uh, ja, jij zei, ja, logisch dat we dit gehaald hebben. Dat had ik wel gedacht. Ja, ik moet zeggen, toen we eraan begonnen, ja, dat was mij nog niet zo heel veel duidelijk dat we dit een jaar gingen doen en dat het de 42 gingen worden, toch? Ik bedoel... Nee, ja. Nou, ik heb wel. Ik heb natuurlijk veel nagedacht over hoe maak je een podcast. En hoe maak je ja. een podcast succesvol? En een van de dingen die ik wel voor ogen heb is lange adem. Ja. Dat Want ik ben wel. heel blij met jou die nu, met jij die nu luistert en kijkt. En we vinden het superleuk. Steeds meer reacties via de post, via social media. En dat groeit iedere week. Ja. En dat groeit iedere week harder. Maar niet met honderden en duizenden tegelijk. Hè? Nee. Nee, maar ik moet zeggen, ik begon een beetje te knijpen. Toen jij op een gegeven moment kwam. Ja, kijk, als we nou 21 doen. En dan, uh, dan doen we even, want ik, ik zei op een gegeven moment, na nou, een keer een pauze is wel fijn, hè? Ja. Ik hoef niet elke vrijdag bij jou uh, op nee. de koffie Gelukkig ben je hier met de Eerste ja. Kerstdag, 1 januari, niet in ja. in al. Ja. En, uh, en ik had in mijn achterhoofd, shit, dit kan ik niet bijschrijven, want ja, in het begin. De artikelen ik, raken op. Ik, ja, ik had natuurlijk een stapel artikelen liggen, ik denk, nou, dat is makkelijk, die even doorlezen nog voor, van tevoren. Ik heb dat toen goed uitgezocht. Ja, je hebt een, een beetje... boek geschreven, natuurlijk. Ja, ah, ja. <laughs> Zeker, uh, dus dat kan ik uh, redelijk freewheelend. Nou, zo is het natuurlijk niet, want je moet ineens van, van tekst naar. naar uh, je moet hier allemaal oplepelen ja. als ik je even kritisch aan de tand voel. Ja. En op een gegeven moment dacht ik: shit, ja, 21, oké, okay, dat moet dan net lukken. En toen kwam jij met het ludieke idee: 21 keer 2 is 42. Hé, hey, maar als we nou die pauze in de zomer wat korter maken, dan kunnen precies 42 afleveringen. <laughs> ja, ik weet toch, in, de, in mijn eerste reactie: oh, dan heb je Gerrit weer met zijn enthousiasme. En daarna ging ik denken, ja, maar uh, haal ik dat überhaupt? En toen ben ik een beetje van het padje afgegaan, gedacht van, nou, misschien moet ik loslaten dat ik van alles een artikel heb geschreven. Moet je toe... niet op onze kijkers en luisteraars gerekend, nee, hè? Nee, 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 dat is ook zo. En, en juist toen kwamen die vragen en jij zei, ja, hey, nu we luisteraars, kijkers hebben, met uh, af en toe hele goede en, en praktische vragen voor de recreant. En daar, daar doen we het natuurlijk voor. Ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe dat zit met zo'n ademhalingstrainer of beat the sap of uh, nou ja, new name it. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik me daar meer op gaan richten. Ja, kost wat meer tijd, maar ik leer ook nog een boel daarbij. Ja, dus ik moet zeggen, en we draaien de ja, cirkel om. Ja. Heb jij al een artikel kunnen publiceren in een Runners World bicycling sportgericht naar aanleiding van een kijkersvraag? Uh, Luisteraarsvraag. Ga ik nou zeggen, ik denk... Gaat eraan komen. Ja, ik kan het niet eens. Nou, die aanhalingstrainer is, denk ik, een hele goede. De Kramp, die, dat blijft ook een dingetje ja. wat nieuw voor me was. Nou, Kortom, en... groot compliment aan jou. Ja, en ik kijk absoluut. nu heel indringend in de camera en ik uh, heb het tegen jou als luisteraars. Wat tof dat je meehelpt om deze podcast te maken wat hij is. En als we nou hebben over plannen voor 2021, blijf dat doen. hè? slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Volg ons en uh, reageer of mail naar post Ja. In die zin ben ik ook blij, wel met de de komst van Guido ja. als, uh, als als praktisch uh, georiënteerde en, 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 en coach, ja. omdat ik ja die wetenschap soms, hadden had het denk ik met Louis de La Haye ook wel duidelijk over over de hoogtestage. stage dat hij zei ja dat is uh, ik heb mijn n is eens. En die, uh, bij hun weet ik precies zo het uh, hoogtestage te, uh, ja, te manipuleren. of in ieder geval in, in een vorm te gieten. Waardoor zij kunnen profiteren. En dat heb ik gewoon met wetenschappelijke studies. Ja, pak een, een stel proefpersonen. Dat nooit, die nooit echte toppers zijn. En laat ze een paal programma afwerken. Af, uh, en ga dan een, een parameter zoals hemoglobine of zo meten. of een, een prestatie op een fiets in het lab. Ja. Ja, en dan, 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 dan maak je al een keuze, maak je al een selectie in, in, in ja, hoe jij het resultaat uiteindelijk geformuleerd krijgt. Dus dat is, en, en daar kan Guido enorm in helpen, denk ik, in zijn, zijn ervaring. Terwijl ik ook weet, hij houdt wetenschap goed bij, maar hij is gewoon wat, wat sneller van, nou prima, laat de wetenschappers hun studies doen, maar ik wil zelf ook eens sween. Hoe het werkt, of of het werkt, en of het voor mijn atleten werkt. Ja. Dus ik denk, die combinatie die, die bevalt me wel. We gaan zoomen met zoomen. Zoom. Zoom, zoom, zoom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. 1 januari, ja. gelukkig nieuwjaar. Ik zit ook met koffie, maar oké. Okay. Wij zitten hier aan de, aan de ah, alcoholvrije, alcoholvrije champagne. Dus, uh... uh, Jurgen gaat een dry January in. Oh, ja, heel goed. Iets goed, voor jou he? ook, Guido? Nou, nee, ik drink sowieso hè, maar eentje, denk ik, in de maand. Oké. Okay. <laughs> een glasje wijn. Oh. En uh, dan uh, moet ik alweer snel zorgen dat. Oh, die fles is al bijna weer te oud. Dus ja, dat. <laughs> Oké, okay, dat klinkt. Uh... Prima. Hey, bijzonder om ja. jou uh, op deze dag ook even te spreken. Wij zitten volop uh, te genieten van al het moois wat er in 42 afleveringen is gebeurd. En wij vragen elkaar ook naar hoogtepunten. Dus we dachten, ja, deze aflevering is natuurlijk niet compleet. Zonder even te zoomen met Vroemen en uh, jou te vragen. Goh, halve marathon ben jij erbij. Sinds aflevering uh, 22 uh, vast onderdeel. Als jij nou terugkijkt, wat is voor jou uh, een bijzonder moment of een hoogtepunt van jouw uh, rol in de Slimmer Presteren podcast? Ik denk het, uh, uh, dat ik het hele concept, zoals we het doen, eigenlijk als hoogtepunt vind. Uh, in het begin dan moet je dan even uh, nou, een beetje aftasten van wat, wat gaan we doen? Uh, wat gaat het worden? Maar eigenlijk is het gewoon heel leuk om dat steeds zo te doen. En de, de onderwerpen die aan bod komen, dan merk je van ja, wat leeft er onder atleten? En dat is dan leuk om daar een beetje nou, mijn eigen kennis over te vertellen uh, en dat mensen daar ook iets aan hebben. Ja, hoor je wel eens reacties? We hebben natuurlijk één iemand al een ja. keer gehad die bij jou in de test had gezeten en daarna reageerde <laughs> bij ons. Merk je al wat ja. in de praktijk? Ja ja, 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 dat hoor je toch wel. Dat begin je steeds vaker te horen. Ja, ik heb de podcast gehoord. Of, of, of mensen die daar, ik zelf train, die zetten dat ding op hun hoofd als ze binnen aan het trainen zijn. En een training van mij aan het afwerken zijn. En die luisteren ondertussen. Ja, dat is <laughs> Dan nee, hebben ze dat toch direct, direct contact met hun coach. Hè? Voelen ze dan ja. alsof hun coach nog iets influistert? Ja, ja. ja, dat is natuurlijk wel goud voor ja, ze. Dat is dubbel, dubbel effectief. Hè. Fysiek worden ze beter aan het trainen en mentaal worden ze ook nog bijgespijkerd met deze praatjes. Ja, ja. Met deze praatjes. Ja, mooie ja. praatjes. Hé, hey, uh, nou ja, leuk. Het, het, het genot is Wederzijds, Guido. We zijn enorm trots dat jij onderdeel bent geworden van deze podcast. Uh, stiekem kijken we ook een beetje vooruit naar 2021, want we gaan door. Heb jij nog uh, leuke wensen, onderwerpen, experimenten, dingen die je zou willen doen in het nieuwe seizoen? Nou ja, eh, dingen die, we, eh, die iedereen zou willen doen, is dat er wel weer meer mag, meer kan. Hè, wedstrijden, dat die gewoon doorgaan. Want eh, er zijn nu wel heel veel teleurstellingen bij, ook bij mijn atleten geweest: van oh, daar hebben we ergens naartoe gewerkt. En dan gaat het weer niet door. Ja. Eh, dus dat, dat is wel. Eh, Iets wat, wat je dan van afgelopen seizoen bijblijft, omdat je hoopt van nou, 2021 gaan we wel naar een doel toe werken en dat gaan we ook halen. Ja. He, dus dat hoop ik wel en ja, daar zijn hele grote bij, he, Tokio, um, maar anderen hebben ook kleinere wedstrijden, um, maar die voor hun net zo groot en net zo belangrijk zijn. En dat is toch wel fijn als je, dat, als je daar naartoe kunt werken en dat het ook gewoon afgemaakt mag worden. Ja, mooi. En uh, ja. heb jij nog een onderwerp voor de podcast.? Wat je heel graag een keer uh, onder de aandacht zou willen brengen. Want dan zetten we die op de lijst hè, voor het nieuwe seizoen. Goed. Of een gast die je graag uh, ja, als special guest wil, uh, wil, wil spreken. Zo, dat is ja, een. Dat is hè? Ja. We hebben heel veel voorbereid, <laughs> maar <met> deze niet. <laughs> nee, deze dus hebben we niet voor. Heb ik niet voorgesproken. <laughs> um, ja, er zijn altijd wel, wel mensen waarvan ik denk. Uh, dat zou best wel eens een interessant verhaal kunnen zijn. Ook al is het ver uit mijn. Laatst zag ik Wim Vos op uh, TV. En dan denk ik, nou, je nou soms denk je wel. Nou, bedoel jij Wim Vos raar... of bedoel jij Wim Hof? Want Wim Hof heb ik ah, laatst ook op sorry, TV gezien. Wim Hof. ja. Wim Hof, de Iceman. Ja, de ah, okay. ja. ice ja, Iceman. Zullen we die eens proberen bij de podcast te krijgen? Ik vind het een mooi doel. Toch? Ja, nee, weet je, dat verhaal. Dan denk ik, nou, soms denk je wel, nou, dat nou, ik allemaal raar fratsen. Om het zo te zeggen. Ja. En als je dan, uh, ja, daar zit dan toch gewoon ook wel een hele goede kern van waarheid in. En, en dingen die hij dan doet waar hij mensen anderen mee kan helpen. Dan denk ik, nou, dat is super zinvol. Ja, ja. Hij, hij was bij Boe en hij schreeuwde letterlijk, het was wel een appel, Jurgen. Dat... Hij, hij, hij schreeuwde letterlijk naar de wetenschappers: onderzoek mij. Ja. Zoek wat er met mij aan de hand ja. is. Maar er is wel, in, in ja. Nijmegen weet ik dat er wat, uh, wat case studies, of in ieder geval één uh, of twee van hem verschenen zijn. Dus ja, uh, ja dat, dat, ik dacht al dat hij een gewild proefpersoon was. Maar, ja, nou, uh, hij vindt dus dat hij niet genoeg okay. onderzocht wordt. Ja. Nog. Dus, uh, Misschien nou, dan uh, ja, nee, we ja, nodig we hem bij Guido NS1? uit. En dan uh, ja. gaan we hem daar testen. Leuk? Jou Eet, dat is N dat is één. Op zich, de dingen die wat op één iemand alleen maar van betrekking is, is natuurlijk niet heel interessant voor de rest. Dus het, het moet wel, weet je, het moet, als anderen dat ook hebben, dan denk ik, oh, oké, okay, maar dan wordt het wel echt belangrijk. Op zoek naar de Wim Hofs in Nederland. zijn er meer. De Wims. Nou, ja. Dat voel een interactiemoment. Ja. Zit jij graag in een ijsbad? Ja, nou ja dat zijn hele hordes. Ja. Nee. Uh, nee. ja. Misschien moeten we wel nee. zelf een onderzoekje op gaan zetten in 2021. Nee. Cool, dankjewel, Guido. Geniet uh, van je vrijdag. Uh, hopelijk. Nee, ja, niet de katerig Dus allemaal toch. We zitten nee, hier allemaal hartstikke fristen bij. Kopje koffie, ja. koffie, gaat allemaal goed. En uh, nou, we hebben een kleine pauze. En uh, we zien jou ook graag weer terug bij de start van seizoen 3, aflevering 43. over een aantal weken. Ja. ja, goed jaar uh, Guido. Ja, jullie ook. Dank je. Hoi. 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 Mijn hoogstpunt is duidelijk toch wel uh, aflevering 26. Uh, het feit dat wij de pijnchallenge hier samen hebben zitten ja. doen. Uh, laten we heel even nog uh, luisteren hoe dat ging. Maar wat staat hier wel voor onze ja, luisteraars? Hebben... Beschrijf het even. Nou, Die, hebben... Kijk eens op YouTube, zien het misschien al. Moet ik heb een emmer met uh, heel koud water. En ik heb twee bakken gevuld met ijsklontjes. Ik heb ja. vanochtend echt uh, mijn best gedaan om alles samen <laughs> te De vriezer uh, leeg te trekken. Ja. Ja. En, uh, nou. Nou, pak de ze challenge maar bij. die we gaan doen en die uh, Marcoro ook. Uh, ja, date, zet hem hier, dan is hij voor de kijkers op YouTube uh, goed in beeld. Voor iedereen die luistert, uh, ik ga op YouTube zoeken uh, Gerrit Heijkoop, mijn naam. Daar vind je mijn YouTube-kanaal en daar staan ook alle afleveringen van de Slimmer Presteren Podcast. Even geluid. Ja, dan wordt hier dus nu een grote bloemenvaas met daarin ijsblokjes en een nog een uh, ijs. Hoe uh, heet het? Zo'n koel cool element volgegooid met water uit uh, de Groene Emmer. Ja. Jij hebt er gelukkig zelf ook in, dus we gaan dit samen doen, begrijp ik? Ja. Is de wedstrijd. Had, ik had, over motivatie gesproken. Ik wilde natuurlijk, uh, hoe ik mee. Ja. En uh, toen ik dit bedacht, had ik eigenlijk, ja, dit ga ik oefenen, want uh, het is, zal al iets met oefenen te maken hebben. Maar is me nog, uh, nee, eigenlijk, uh, dus ik ben, ik ben ook redelijk. Uh, dit uh, wordt jouw eerste keer de ijstest. Ja. Laten we, laten we beginnen. We ja. steken hem erin. Je mag bewegen met je. Even, even heel goed alle regels en context. Uh, wat gaan we testen? Wat gaan we doen? We gaan. Nou, we kunnen blijven praten. Eigenlijk om de zoveel tijd testen we even van een schaal van 0 tot 10. Wat voel je? Ja op het gevoel van pijn en je mag ook benoemen van hoe het voelt. Waar het voelt. Ja. En dus ik ga nu mijn rechterhand ja. in deze vaas met ijswaterstek zo tegelijk. Is het ook een wedstrijd? Ja, wie vind het ik langs wel. het langste volhoudt? Wel goed. hè. Dan kunnen we <laughs> ook even aan onze kijkers en luisteraars vragen. Zet hem nu even op pauze en laat in de comments weten wie je denkt dat dit gaat winnen. Ja. Ik weet niet op basis van wat, vat, maar dan gaan we. 3 2 1. Wow, dit is uh, Nat. Een best. Uh, ik heb ook wel uh, voor de kijkers op YouTube, zien nu, hè, ik uh, heb ook een uh, on onprettige tijdrithouding nou. uh, voorover. Want mijn vaas staat op de grond. Jij hebt de vaas comfortabel. Uh... Ah, ik vind het nu al irritant. Ik, ik, ik nu heb al, nu de ja. eerste prik om hem terug te halen. Misschien is het kouder als, uh, als ik had gedacht. Het ging om rond de 0 graden in het experiment. En zij hielden er dan ah, toch best wel lang vol. Ik ben ook een, een pieper, ben ik wel hoor. Nu, ik wil nou, er al uit. Oh, ik wil eruit. Ik gewoon, zit er nou. ook al. Uh, maar nou, ik kan ja. het gewoon niet doen. Dat betekent je wel... denkt van, op een gegeven moment ween je eraan. Nou, ja. Ik kan snel slecht tegen kou. Uh, ik moest denken, laatst aan, uh, ik ging zwemmen in dat bosbad. Ja. En ik weet nog de mailwisseling van tevoren. Ik ga trouwens uh, stoppen, Gerrit. Echt? Nu al? Ja. ja. Hoeveel ben je nou dan? Ja, maar ik kan gewoon slecht tegen... <laughs> en wat het gevoel het is. Maar het is grappig, hè? Want beetje wat jij... dof, beetje warm. Als je alleen oh. was geweest, was hij er al uit, toch? Oh, en ik zeker. zeg echt, en je ja. blijft zitten. We het ik zo vind ook het niet over. leuk. Nee. Ik ook niet. Ik vind het helemaal niet fijn. En nu begint even, uh, duizel, het mijn mijn even duizelen, duizelen, ja. duizelen in mijn hoofd. Het zit in mijn schouders, in mijn ik benen. Wil... We beginnen nu allebei ik ook raar te bewegen ja, hier op de bank. het is een soort tussenfase. Dan denk ik, ah, misschien... misschien uh, ik zit nu maar op één uitsluiten ding uitsluiten te wachten, kan ik jou vertellen. En dat is, Jurgen, trek hem eruit, dan ga ik ook. Nee, ja, maar, nee ik heb Want het nu wil winnen ik wil winnen. Nee, maar ik ging Ademhalen. laatst uh, zwemmen en jij had, uh, toen vroeg iemand, moet je dan een pak aan hè, bij dat bosbad? En jij zou toen doodleuk, ach joh, er wordt verwarmd, et cetera. In, in de groep. En toen dacht ik, nou, dan, uh, dan ga ik ook zonder pak. En ik moet zeggen, het was een prachtige avond, 22, 23 graden nog. En ik moest er toch na 35, 40 minuten, uh, ben ik eruit gegaan. En ik was echt niet de enige. Uh, moet ik zeggen, ik, 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 het gaat weer beter met me nu. Nu ik dit verteld heb. Uh, ik uh, ben gewoon even, mensen op YouTube uh, zien, ik ben gewoon even afgehaakt. Ik heb mijn ogen dicht gedaan. Gevoel, ik heb mijn hoofd op mijn schoot gelegd. Ik wil niet meer. Maar uh, ja, het is, het kijk, het is natuurlijk gewoon je, een beslissing, hè? Ja, zeker. Het is een beslissing, dus, hou je hem erin of hou je hem eruit. Ja. Alles scheelt, haal hem eruit, maar ik doe het gewoon niet. Herken jij nou iets van de pijn die je voelt als jij uh, aan het fietsen bent? Want het voelt nee. ook een beetje warm. Behalve als ik fiets in de winter, met hele koude handen. Um, in de binnenkant van mijn... Kijk, de bui die, die vingers die zijn super koud. En die, daar heb ik geen gevoel Het op. is weg. Dit is grappig. Het is ja, weg. Ik ben opeens die, klaar. Die binnenkant... Even die voor denk, de luisteraars. Het is een beetje warm zelfs. Ik, beetje. ik heb hem gewoon nog erin. Het is weg. Ik ging even heel diep. Ja. En nu is het klaar. Ik kan nu, ik heb nu, ik nou. kan nu een uur blijven zitten. Dat vind ik al verrassend, want uh, volgens. Uh, nee, dat weet ik niet echt natuurlijk. Zo lang duurt de aflevering wij, uh, ook niet. Het kan ook zijn dat wij uh, zoveel warmte afgeven dat dat water ah, langzaam. Het water kijk, is zij gestegen. hadden natuurlijk een fantastisch koel uh, cool element daarin. Die het water precies op 0 graden of 0,1 graden uh, hield. Ja, maar ik zie toch nog. Ja, Ik zat het even laten zien. Er zit toch gewoon nog ijs in mijn We hadden uh, mijn de thermometer in moeten steken. Ja, als ik het zo hoor, dan, uh, dan voel ik het weer. Maar ik vond het wel heel tof. En mijn bruggetje naar wat wens je voor 2021 is ook... staat heel groot ook in onze redactieformulier. Meer proefjes, ja. meer dingen ja. proberen. Ja. Dus uh, daar gaan we op studeren. Ademhalingstraining. Bijvoorbeeld, ja, nou, ja, we, ja, ja. We waren net te laat eigenlijk. Bietensap, maar even ketonen. Hoeft voor nee, mij niet nee, nou, week Vorige week. Heeft, hebben maar, dat, nou ja, ik vond vorige week hebben we dan toch nog even... met, met terugwerkende kracht dat geproefd ja. en geprobeerd. Ja. Blij dat we het niet gedaan hebben. Hé, hey, tot slot, laatste vraag. Welke aflevering heeft voor jou persoonlijk nou echt iets teweeg gebracht? Persoonlijk, ja. Ik, uh, dan ben ik toch deels ja, de vegetarische aflevering, oh, zullen we ja. zeggen. Ja, zeker. Onze review ja. van de film. Ja. Game Changers. Game changer. Ja, ja was een Game Changer voor Zoals jou. Zelfs voor mij was een Game Changer. Dat ik is daarin, aflevering 14. Uh, ja, een kritische verhaal overgeschreven. Wat over de pseudowetenschap die werd toegepast. Is toch het feit, nou ja, dat we samen <laughs> tijdens koffie over gepraat hebben. Absoluut een Game Changer. Laten, laten we even luisteren naar tot welke conclusie wij daar kwamen. Ja. Anyway, het is een goed okay. verhaal. Het raakt, ja. het zet in beweging. ja. ja. Maar nu een hele spannende, want dan komen we tot onze belofte. Is dit nou de grens, waar ligt de grens tussen zinvol en onzin? En dan ga ik hem denk ik op een paar manieren stellen. De eerste, uh, die een beetje onder de hè, titel van de aflevering... beter presteren op een vegetarisch dieet. Nee, dat is de tweede. De eerste, ja. wat eigenlijk in de, in de documentaire wordt gezet... is het ongezond om vlees te eten. Dat is eigenlijk wat ze hebben betogen. Zeggen wij daarvan, dat vinden wij onzin of zinvol? Ja... Dat... Voor amateurs, hè? Voor amateurs... Dat vind ik onzin. Dat, is, dat gaat te ver. Hè? Maar ja, de andere, ver, ja. de omgedraaide, beter presteren op een vegetarisch dieet. Is het zinvol ook voor amateurs om wellicht meer een meer plantaardig dieet te gaan houden? Absoluut. Zin. Vanuit sportieve prestatie ja. gezien ook. Durven ja. in mee te gaan. Ja. Ja, en, en dan wat ik ook zeg: ja, de nuance, al is het niet sportief, dan is het wel voor de wereld of voor de dieren. Of, er zijn meerdere motieven waarom ja. dit een goed idee is. Eigenlijk. Ja. Ja, nou, dit herken ik wel. Dit heeft mij ook echt wel aan het denken gezet. Ik ben nog niet vegan en ook niet vegetarisch, maar ik eet wel echt ja, minder vlees. Bewust. Broodbeleg, doe ik al geen vlees meer eigenlijk. En uh, nou, ik sla regelmatig vlees over. Ja. Ja. Je had er nog één? Ja, ik denk toch, ik, wat ik ook wel leuk vind, de mix van de special guests af en toe. Ja. Dat je toch mensen spreekt die je normaal, ja, of je durft het misschien niet, of er is geen aanleiding toe. Misschien kijk je er een beetje tegenop. Je denkt, ja, nou ja, goed, als journalist kun je zeggen, je kan iedereen bellen. En dan denk ik toch dat we een echte mooie mix van special guests hebben gehad, natuurlijk. Van, van, van nou, Jacomina. Ja, tot, we begonnen. Uh, Onze eerste ja. guest, die was nog hier fysiek ja. in deze studio. Was, uh, nou, het was geloof ik net corona, of niet? Paralympje Martin van der Pol met ja. zijn bijzondere verhaal. precies. Hij heeft hier gezeten. Miranda Boonstra ja. over sporten naar borstkanger. Ja. Inderdaad, Jacomina Eikenboom. Nee, dat was natuurlijk de eerste. Aflevering 5 ja. al over haar uh, triathlon in Amerika. we in een die andere studio toen. Ja. Ja. Wouter Duinersveld hebben we gehad. Mooi. Kasper Jansen. Ja, dat is, dat is voor mij de, de antwoord op de vraag... welke aflevering heeft nou echt iets veranderd. Sowieso recent uh, Louise opmerking over... ga maar fietsen, dan ga je ja. harder lopen. Ik was vooral aan het lopen, omdat ik dacht, ja, dat vind ik moeilijk. Ik ga nu toch maar weer meer fietsen, ook al kost het meer tijd. En Casper Jansen, de slaapdokter, noem ik hem altijd ja, maar. Ja. De powernaps. Ja. Ik bedoel, het is nu weer wat weggezakt. Maar ik heb een aantal keer echt me proberen te houden aan zijn protocol. En dat levert echt wel ja. op wat hij belooft. Ja, vanmiddag ga ik wel, denk ik. Laten we nog even... Januari, ja, ja januari, het is een mooie powernap. Laten we nog even luisteren naar wat hij zei. Maar in jouw boek, ga je, ga je helemaal los wil ik zeggen. Maar in je, in je boek sluit ja. nogal op de trom over de Powernap. Neem ons eens mee in, in, in dat aspect en waarom dat zo goed kan zijn. Ja, ik was wel bijna bang dat jullie er niet meer naar zouden vragen. Ah, jawel hoor, je wel hoor. Jawel hoor. Okay. Uh, nee, de Powernap is, wat mij betreft, zeker voor sporters een uh, perfecte manier om extra herstel te creëren. He, want laten we eerlijk zijn, ja, het leven is niet altijd optimaal. Dus je hebt soms gewoon een korte nachtrust of je hebt soms gewoon wat minder geslapen. En je kan slaap eigenlijk niet echt inhalen, maar je kan wel he, de schadelijke effecten van een korte nacht, kan je als het ware neutraliseren door zo'n powernap te doen. Hmm. Nou, powernap of... is eigenlijk gewoon een kort dutje, maximaal 10 tot 20 minuten. Dus echt belangrijk is dat die kort is, omdat je dan vooral fase 1 slaap hebt. Hmm. Daar word je heel makkelijk uit wakker. Ja. Nou, dat was mijn bruggetje vanuit de vier fasen die je net beschrijft. Je wil dus in die powernap alleen in die eerste fase blijven, want anders kom je in de volgende fase en dan, dan, dan heb je juist negatieve effecten, lees ik ook. Hè? Nou ja, wat er kan gebeuren, de oeps, ik sliep noem ik die. Hè. Je kent het wel, je gaat in het weekend even op de bank liggen. Nou, hè, je was in slaap gevallen en je schrikt wakker omdat iemand binnenkomt en je denkt, zo, waar ben ik? Je bent een beetje gedesoriënteerd, misschien wat misselijk. He, dat is echt slaap inertie, dus je hebt als het, water een beetje, als het ware een beetje een katergevoel. En dat kan soms wel drie kwartier duren. En dat wil je natuurlijk niet. Nee, nee. Daarna heb je overigens wel positieve effecten van die oeps, ik sleep van, van een langere nap. Ja. Maar wil je dat voorkomen, dan kun je beter een, een korte powernap doen. Tenzij je echt anderhalf uur de tijd hebt. Dus als je als sporter bijvoorbeeld twee keer per dag traint, ochtendtraining, lunch... Dan doe je een full cycle nap. Dus een volledige slaapcyclus van 90 minuten. of om en nabij de beide 90 minuten met diepe slaap. Ja. De goeie man Dus extra fysiek herstel. En dan ga je door met je middagtrek. En dan toch even nog een paar checkvragen hoor. Als ik dus uh, 20 minuten mijn wekker zit, zet ik, ga liggen. en ik heb alle fysieke uh, aspecten doe ik goed. maar dat hoofd van mij, jongen, dat raast. En dat gaat alle to-do's <laughs> nog een keer af. En dat is allemaal creatieve ideeën, dus nooit aan het bedenken. Uh, en ik val pas op minuut 18 in slaap. Nog steeds oké? Okay? Of ja. moet ik dan bij 18 top. eigenlijk pas de wekker zetten? Nee, nee, dat is top. Als je bij minuut 18 in slaap valt en je bent twee minuten weg, dan heeft er al een reset, als het ware, in je uh, formatio reticularis, hè, het breincentrum waar waken en slapen gecontroleerd wordt, heeft al plaatsgevonden. En dat heeft een effect. Ja. Wat het wel zegt, is dat jij dus de hele dag te veel aanstaat. En dat het misschien slim is om wat vaker ademhalingsoefeningen te doen. Of bijvoorbeeld de chair pose, hè, die ik uitleg in het boek, ja. om je buikademhaling te stimuleren. Ja. Je, kan het ook, je kan ook gewoon een hand op je buik leggen als je ligt. Ja. Nou, en het mooiste van die power nap is dus inderdaad, wat we daar ook zeggen, dat je niks hoeft. hè? Ja. Je mag wakker blijven, je hoeft niet te mediteren, je hoeft geen oefening te doen, maar gewoon die rust is altijd. Ik zie effect. mijn vrouwen dat ook af en toe nu doen. Naar uh, ja, dus aanleiding van de podcast. Ja. Oh ja? ja, wat leuk, wat leuk. Hey, laten we deze oproep ook naar onze kijkers en luisteraars uh, plaatsen. Wat is nou voor jou? Eén. Ik uh, zou het bijzonder vinden als jij alle 42 afleveringen geluisterd hebt. Heb je bingo. Laat het ons <laughs> weten. @slimmerpodcast slimmer podcast op Twitter of Instagram. www.slimmerpodcast.nl of post slimmerpodcast.nl. En wat is dan de aflevering, of afleveringen? Die jou gaan bijblijven van dit jaar. Die, die bij jou echt iets teweeg gebracht hebben. Of iets veranderd hebben. In hoe jij nu leeft of traint. Of nadenkt over de dingen die je doet. Ik kom bij de laatste vraag. Voornemers. Goede voornemens. Het 1 januari is de dag van goede voornemens. Wat willen wij. Hè, we gaan net zoals wat je net al zei. We gaan even een korte pauze houden. Ja. Het is nu 1 januari. We zijn begin februari weer terug. Dus je zult het even een paar weken met oude afleveringen moeten doen. Of als je niet helemaal bij bent. Kun je uh, nu even bij luisteren. Wat willen we doen in het volgende seizoen? Seizoen 3. Nog een marathon? Of, uh, ja, het ja. tref wel. 2 keer 21 met twee korte pauzes, toch? Ja, nee, ja dat sowieso. Uh, voor me persoonlijk ja, fit blijven is denk ik toch wel heel fijn. Ik vind het leuk om te sporten. Ja. Leuk om te trainen. En dan zijn ongemakjes als een, een Hernia die, die al uh, achter de rug is, maar ook gewoon een keer op je borstkast vallen. Dat zijn niet, ja, dat, die horen erbij, zolang je er maar van kan herstellen. Dus uh, ik vind fit blijven. En misschien uh, ja, kunnen we dit jaar uh, echt een uh, weer eens een, een echte triathlon. Nou ja, kwart triathlon dan doen. Ja, ah, dat ook ik wel echt hoor. Want ja. ik heb wel echt ontdekt dat ik, ik ben wel heel erg extern gemotiveerd. Ja. Oftewel, nu al die events van de agenda zijn, uh, lukt het mij moeilijk om echt door te trainen. Uh, leuk, al die virtuele races. Ik waardeer dat evenementenorganisatoren hun best doen om ons betrokken te houden. Maar voor ja. mij doet niks hoor: een virtuele devil's trail. Dan denk je ja, als ik hier het bos <laughs> in ga, dan heb ja, ik ook straat een straf aan ook. virtuele ja, race. Ja, dus ja, ja. Uh, Nee, ik hoop echt dat 2021 er weer uh, mooie evenementen komen. En ik hoop voor onze podcast. Ja, dat we inderdaad dit volhouden. Dat we nog een marathon doen. Dat de, de, ene, de leuke reacties blijven. Dat wellicht ons uh, legertje Vrienden van de Show uh, wat gaat groeien. Ja. Doen we het niet voor, maar het stimuleert wel enorm. Uh, dus als je nu zit te luisteren en je hebt zitten twijfelen al een paar keer om naar die site te gaan, doe het gewoon. Joh. Vrienden van de Show. vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast voor 2,50 per maand. Steun je ons ook financieel? Kopen we leuke dingen van? alcoholvrije champagne, biedt het. Uh, en, uh, en we hebben natuurlijk gezegd. In die aflevering, en dat hebben we al één keer, heb ik dat overgemaakt. Maar dan moet ik nu maar weer eens doen. In de aflevering over innovaties. Mm -hmm. uh, ging het over dat uh, crowdfunding project met die virtuele PACER. Mm. Dan gingen we natuurlijk 25% van de donaties geven we aan ja. dit soort projecten. Ja. Kortom, als je het niet voor ons doet. dan uh, stimuleer je de wetenschap en de innovatie. door vriend van de show te worden. Mooi, Jurgen. Het was een mooi jaar. Zeker. Het was een mooie marathon. Nou, maar geen ruzie krijgen, denk ik. Dan, uh... <laughs> Wat is dit nou voor een rare ja, laatste nou ja. opmerking? Voel je heb je, heb je aanleiding? <laughs> nee, helemaal Dat vind niet. ik heel raar om nu een maand met de te gaan met z'n allen. Maar goed, uh, dank. Uh, leuk dat je hebt zitten kijken en luisteren. En we zien je graag terug over een aantal weken voor seizoen 3. Aflevering 43 wordt dat dan van de Slimmer Presteren Podcast. Tot dan. Tot dan.